Nou, daar lopen we dan. The middle of nowhere. You keep saying you got something for me. Something you call love, but confess. You've been a messin' where you shouldn't have been a messin'. And now someone else is getting all your best. These boots are made for walking, and that's just what they'll do. One of these days these boots are gonna walk all over you. Yeah. Hey lieve YouTube-kijkers, daar zijn we weer. Nou, ik ben officieel onderweg nu. Ik zit in de trein van Breda naar Arnhem. Want ik heb vanochtend doorgekregen dat ik met de auto naar Kroatië kan. En ik heb eigenlijk gewoon ja gezegd. Mijn idee was natuurlijk om van België naar Frankrijk, naar Spanje en naar Portugal te gaan reizen. Nou, dat gaan we even anders doen. We gaan nu van Kroatië naar Italië, Venetië, die kant op, naar beneden en dan daar oversteken. Corsica, Ibiza, Mallorca en dan Spanje. Zoiets in die richting. Maar dat zien we dan wel. Ik heb dus super veel zin in en ik vind het zo raar dat ik in één keer vandaag ga. Maar we gaan. Frank is, zoals jullie zien, weer bij. Ik heb net allemaal afscheid genomen van mijn beste vriend, van mijn vriendinnen en eergisteren van mijn ouders. En super moeilijk, op niveau van mijn moeder. Van mijn broertjes. En het is echt super moeilijk, dat is echt niet makkelijk. En ik denk dat dat het allermoeilijkste is aan het reizen. Maar ik denk wel dat het belangrijk is dat je het gewoon gaat doen. Want ja, je kan je moeilijk laten tegenhouden door andere mensen. Ik bedoel, ze zijn er daarna ook alweer hoor. Ze komen, je komt toch wel weer een keer terug. Als het goed is, weet ik natuurlijk niet zeker. Maar waarschijnlijk komen we allemaal weer een keertje terug. Ik denk dat het belangrijkste is gewoon het doen. Ik heb vanochtend nog één keer mijn tas helemaal uitgepakt en me ingepakt. En ik weet natuurlijk zelf ook niet of ik... Hoi! of ik... alles... Lukt even niet. Wacht even. Piep, piep. Of ik natuurlijk alles bij me heb. Maar ja, goed. Aan de andere kant, ik ga naar Europa reizen. Dus ik hoef niet echt eten mee te nemen of water of dat soort dingen. Want ja, ik blijf gewoon in Europa. Ik heb er echt onwijs veel zin in. En ik spreek jullie wel weer later in de, als ik in mijn super luxe auto zit richting Kroatië. Denk ik. Weet ik niet. Ik reis overigens met mijn grote liefde. We hebben geen relatie, we hebben eigenlijk zelf, maar ik reis op mijn grote liefde. Ik hoor je heel goed, zeg maar. Ja, dat mag. Oh, dat vind ik niet erg hoor. Ik kan me amper lezen. Oh, ik stop al. Nee, moet stoppen. Nee, doei. Nee. Oké, we zijn nu officieel in Slovenië. En het is hier super mooi. De lucht is super blauw. Het zonnetje schijnt. En het is echt heerlijk. Mijn lift gaat nog steeds super goed. Ik ben bijna in Kroatië. En ik zal jullie een beetje laten zien waar we nu staan. Ondertussen ben ik het meeste geld kwijt aan coffee to go en plassen overal. 50 cent, 70 cent. Ik word er echt gek van. Maar ja, goed, je moet toch plassen, hè? Maar binnen nood ook ga ik wild plassen, dat weet ik nou al. Dus ik zal jullie even laten zien waar we nu zijn. Eens kijken hoe mooi die bergen. Oké, daar zijn we dan officieel in Kroatië. Ik heb net de camping gevonden. Ik ga zo mijn tentje opzetten, maar ik heb dus echt nog nooit deze tent opgezet. En überhaupt ben ik niet zo goed in tent opzetten. Maar ik ben er en het is waanzinnig mooi. En het strand is echt gewoon daar. Ik ga er straks naartoe om te filmen, maar het is echt zo waanzinnig mooi. En ik ben zo blij dat ik deze stap heb genomen, maar het is echt doodeng. En ja, ineens ben je dan helemaal alleen. Ja, ik heb jullie natuurlijk, maar voor de rest heb ik echt helemaal niemand. Maar ik ben echt ontzettend blij dat ik deze keuze heb gemaakt. Ik ga nu proberen mijn tent op te zetten. Ik zal de grappige stukjes proberen te filmen. Oké, de tent opzetten. Dit is de tent. En ik ga hem dus proberen nu voor de allereerste keer op te zetten. Het gaat me vast niet lukken.
ondertussen een stukje vertellen over de tent. Het is echt de meest goedkope tent op bol.com. Ik geloof dat die €21 was. Zoals jullie zien, hij staat nog niet. Maar ik heb er het volste vertrouwen in dat hij heel goed gaat werken. Laat je geen super dure tenten aansmeren, behalve als je naar Siberië gaat. Want ik heb niet het gevoel dat het nodig is. Maar goed, waarschijnlijk spreken jullie mij morgen en dan is het in één keer weer een heel ander verhaal. Als het me niet gaat regenen. Hoe kan dit nou? Huh? Hallo. Hi. Hi. Ah, oh, thanks. Hi. Oké. Blijft dat nog staan? Hij staat! Kijk! Hij staat! Goedemorgen! Goedemorgen! Hallo! Goedemorgen! Ja, en dan word je dus wakker in Kroatië. Ik zit aan een heerlijk bakje koffie. Echt heerlijk koffie. Het is overigens mijn derde, niet mijn eerste. Hoe was het slapen in de tent? Nou, het slapen in de tent was prima eigenlijk. Hij was wel heel erg laag en hij is natuurlijk niet waterdicht. Dus als het gaat regenen, dan heb ik wel echt een probleem. Het inklappen ging wel super makkelijk. Het was zeg maar de stokken eruit halen, inbouwen en klaar. Dus dat was wel heel erg fijn. Ik ga zo meteen even opzoeken waar ik naartoe wil. Ik denk dat ik naar Zagreb ga, naar de hoofdstad. Maar ik wil ook heel graag naar Hvar. Dat is een eilandje hier. Ik weet het nog niet precies zeker. Overigens, die man die u net zag... een super lieve man, maar het was heel grappig, want ik was in het Engels natuurlijk waar we aan het communiceren en het was zijn wifi aan het instellen. Maar ja, op de telefoon stond zeg maar, welk wachtwoord wilt u gebruiken voor wifi? Maar ik had het in eerste instantie helemaal niet in de gaten, ik las het natuurlijk gewoon, dus had ik het in te vullen. En toen dacht ik in één keer, huh, dat is in Nederlands. Dus toen begon ik tegen een man in het Nederlands te praten en toen bleek hij dus uit Zeeland te komen. En nou ja, weet je, zo maak je wel mee. Maar super lieve mensen en zijn vrouw is ook hier. Heel mooi verhaal over line dansen en bla bla bla. En dan denk ik van, wauw, weet je, ik zit gewoon hier. En ik heb vanochtend al een lekker kopje koffie gekregen van twee Italiaanse mensen die naast mij zaten. En ja, weet je, het is gewoon het gevoel van vrijheid. Het is gewoon echt zo waanzinnig. Nou ja, goed. In ieder geval, om een lang verhaal kort te maken. Abonneer even hieronder. Volg mijn avonturen in Europa. Stuur me een leuke opdracht. Bijvoorbeeld, breng een bloemetje naar een kennis van je. Stap hier in een raar bootje. Pas dan maar. Het maakt me allemaal niet zoveel uit. Stuur me een leuke opdracht. Ik ga hem vervullen op heelsontour@hotmail.com. En ik zie jullie heel erg snel. Ik heb vandaag lekker Kroatië in. En ik denk dat er over 2 dagen weer een nieuwe vlog komt. Maar hou me in de gaten. Abonneer even hieronder. Stuur een leuke like. Stuur een leuk berichtje. En ik zie jullie snel. Doei! And that's just what they'll do.